Hey Kanjer, High Potential Woman, super 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 leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering. En in deze aflevering ga ik antwoorden geven op veel gestelde vragen over je eigen bedrijf starten als virtueel assistent. Want de afgelopen 5 jaar, op dit moment leiden wij met onze academie al 5 jaar virtueel assistenten op. En we hebben al meer dan 500 vrouwen inmiddels geholpen om hun eigen bedrijf te starten als virtueel assistent. En we krijgen natuurlijk ongelooflijk veel vragen over het werken als VA. En ik snap dat heel erg goed. Want toen ik startte, ja, de term was voor mij onbekend. Dus ik wilde er alles over weten voordat ik überhaupt de beslissing zou nemen. Wil ik dit gaan doen? En daarom gun ik jou ook om zoveel mogelijk helderheid te krijgen over, ja, alle antwoorden die je hebt op de vraag, zodat jij voelt daarna, ja, dit wil ik gaan doen. Dit is helemaal voor mij. Of nee, toch niet. Ook goed, even goede vrienden. Het enige wat ik heel graag wil, is jou helpen meer richting te vinden in je leven. En of virtueel assistent daarbij past. Ik heb van de vragen die de afgelopen maanden zijn binnengekomen, 44 vragen eruit gehaald. En ik ga in deze podcast antwoorden geven op die vragen. Dus over het algemeen komen de meeste vragen hierin terug. En laten we gewoon beginnen. Want ja, 44 vragen, dan hebben we zo een uur gevuld. Nou, de eerste vraag waarmee we beginnen is: hoe ziet een dag van een virtueel assistent eruit? En dat vind ik een super mooie vraag. Want ja, we weten allemaal hoe het is om naar je werk toe te gaan en daar te werken voor je werkgever. Maar virtueel assistent is, zoals ik in de vorige podcast heb uitgelegd, hè, je bent freelancer, je werkt dus vanuit je eigen locatie voor meerdere klanten tegelijk. Dus hoe ziet dat dan eruit? Nou, wat wij onze klanten ook altijd leren is, als ze starten als VA, maak een planning. En plan in je agenda wekelijks in wanneer je voor wie werkt. Dus als je nog niet precies weet wat VA inhoudt, luister de vorige podcast, want daarin leg ik het heel uitgebreid uit. Ik ga ervan uit dat je die hebt geluisterd en dat je nu weet wat het inhoudt. Dus daar gaan we nu de diepte op in. Dus als VA werk je voor een aantal klanten tegelijk. Vaak heb je dus meerdere klanten. Wat je dus doet is wekelijks een planning maken van een soort van vast moment wanneer je voor wie werkt. Dat wil niet zeggen dat dat ook vast is, want je bent flexibel. Je bent zelf in de regie hoe dat jouw week verloopt. En het kan zomaar zijn dat een klant met een spoedopdracht komt en dat je moet schuiven in je agenda. Maar we gaan even uit van een vaste, ja, wekelijkse planning. En hoe ziet dan zo'n dag eruit? Eigenlijk heel simpel is, zo'n dag ziet eruit als, als je dus hebt ingepland om voor 2 klanten die dag te werken, dan doe je dus verschillende werkzaamheden voor 2 verschillende soorten klanten. Ben je die dag, wat ook nog daarbij belangrijk om te vertellen is dat, Stel voor je werkt voor 6 klanten vast. Je hebt 6 vaste klanten. Dan kan het zijn dat je 's ochtends, als je begint met werken, als dat 's ochtends is, misschien 's middags, maar laten we het zo zeggen, op het moment dat je start met jouw werkdag, of dat nou 's ochtends, 's middags, 's avonds of 's nachts is, maakt niet uit, dan start je dus voor 1 klant. En stel voor je hebt voor die klant ingepland om 3 uurtjes te werken. Dan neem je daarna even een korte pauze, of je neemt je lunchpauze, of maakt niet uit, je neemt even een break en dan start je voor de andere klant. Hoe ziet dat eruit? Je hebt dus voor elke klant een to-do-lijst in de projectmanagement tool. En daarin staan jouw taken. Daarin weet je ook wat urgent is, wat zeker dan die week af moet zijn en wat minder urgent is. Dan pak je die taken dus op. En dan switch je en dan ga je naar de volgende klant. En dan heb je die 2 klanten in ieder geval gehad. Je checkt sowieso even je mail die je van je klanten mogelijk binnenkrijgt. En bijvoorbeeld aan het einde van de dag check je nog even je mail van eventuele, dus als je dus 6 klanten hebt, zoals we nu in het voorbeeld namen.
Dat je dus dan ook even van die andere vier ook even je mailbox checkt. Of er urgente dingen tussen zitten. En als het urgent is en je hebt tijd, kun je het meteen oppakken. En alles wat niet urgent is, schuif je naar de momenten waarin je in die week voor die klanten gaat werken. Het kan zijn dat je op die dag ook nog even een call hebt gepland met jouw opdrachtgever. In die werktijd die je voor die klant hebt gereserveerd. Dus dat is wel het meest efficiënte. Dus dat je dus na die call meteen kan doorpakken. Zodat je ook lekker wat je besproken hebt kan verwerken. En soms spreek je je klant één keer in de week. Soms één keer in de twee weken. Soms minder. Helemaal afhankelijk van wat die klant nodig heeft. En hoe jullie op elkaar afgestemd zijn. En hoe vast de werkzaamheden zijn. Of hoe ad hoc de werkzaamheden zijn. Die wat nadere toelichting nodig hebben. Dan heb je misschien een gesprek nodig. Maar als ik naar mijn eigen bedrijf kijk, en tenminste ons eigen bedrijf moet ik zeggen, want mijn man zit inmiddels ook al heel wat jaren in ons bedrijf. En we hebben een aantal mensen die ook met ons meewerken. VA's, maar ook iemand vast in loondienst. En voor de rest een aantal leveranciers. Dan is het zo dat bijvoorbeeld degene die heel veel uren voor ons werkt, dat is degene die in loondienst is, dat is een IT'er, die spreek ik wekelijks. En degene die de marketing doet, social media, die spreek ik niet wekelijks. In het begin wel, maar nu werkt ze al bijna 5 jaar voor ons en spreken elkaar op het moment dat we dat nodig vinden. Dus zo ziet een beetje een dag eruit. Elke dag kan weer anders zijn. Je werkt wisselend, wellicht voor andere klanten. En je pakt wellicht dagelijks ook andere taken op. Dus helemaal afhankelijk van je takenpakket. Daar kom ik straks nog even op, want daar is ook een vraag over. Dan de tweede vraag is, hoe groot is de vraag naar VA's? Mooie vraag. Het VA-schap is een aantal jaar geleden uitgeroepen tot beroep van de toekomst. Niet voor niks, want dat wil zeggen dat het in de veranderende wereld, in de nieuwe wereld waar we heen gaan, dat VA daar binnen past, binnen dat plaatje. En dat heb ik ook de afgelopen jaren zien gebeuren. Ik ben zelf gestart in 2015 als VA. Ik was redelijk een van de eerste. Ik was niet de eerste, maar ik was wel vroeg bij in het VA-schap. En toen was het bijna niet bekend. En nu hoor je steeds meer mensen die het VA-schap kennen. Nog lang niet iedereen, want sommige bedrijven zijn gewoon gewend om met vast personeel te werken of met freelancers. Maar degenen die ervoor openstaan, die horen steeds meer over VA. En wat voor soort opdrachtgevers dan vragen naar VA heb ik ook in de vorige podcast besproken. Dus ik wil zo min mogelijk in herhaling vallen. Om het voor jullie zo interessant mogelijk te houden om hiernaar te luisteren. Dus de vraag blijft alleen maar stijgen. En ik denk persoonlijk dat we, en mogelijk beaam je dat of niet, maakt ook niet uit. Over 10, 15 jaar de wereld alweer heel anders eruit ziet. Dus alles wat we nu gewend zijn hoe het is, een heel groot gedeelte is er dan niet meer. En de wereld verandert wel heel snel. Dat betekent ook dat bedrijven daarin mee willen gaan. En VA is heel flexibel. Dus het past gewoon heel mooi in het plaatje. Dus ik denk nog steeds dat het de toekomst is. En dat we nog steeds, alhoewel het al bekender is, nog steeds aan het begin staan. Ja. Dus hoe tof is dat als je dit wil gaan doen? Ja, ik vind altijd, ik heb meerdere bedrijven nu opgezet. En als je iets wil doen, dan wil je het liefst wel iets met toekomstperspectief. Nou, dat is dit zeker. Ja. De volgende vraag is, hoe klein kun je beginnen naast je andere baan? Heel klein. Het mooie is dat je dus, ik zou het al met 1 uur in de week kunnen gaan opbouwen. Of 1/2 uur in de week. Of 2 uurtjes in de maand. Dus zo klein. Ja, simpeler kan ik het antwoord op deze vraag niet maken. En dat maakt het zo mooi en zo laagdrempelig om te starten vanuit je loondienst met dit. Ja, dat is toch fijn. Want laten we wel wezen, een eigen bedrijf starten is al spannend. En
als je meteen heel groot in het diepe moet springen, dan denk je, oh my god, dat gaat niet. Terwijl nu is het, je kunt het zo klein maken dat makkelijker start als ondernemer, laagdrempeliger start als ondernemer, gaat bijna niet. En dat maakte voor mij toen ook de overgang zo fijn. En ik weet inmiddels ook na het opleiden van zoveel mensen dat iedereen dit kan. Ja, in welke situatie je ook zit. Je kunt het allemaal in jouw tijd en jouw tempo doen. Is het makkelijk te combineren met mijn leven? Is de volgende vraag. Nou, omdat je het dus in jouw tijd en jouw tempo kan doen, kun jij het precies combineren met jouw leven hoe jij het wil. Het enige is dat de saboteur in je hoofd, de harde stem in je hoofd zegt, ja, maar hoe ga je dat allemaal doen? En je hebt een baan en je hebt kinderen. Misschien ben je wel een huis aan het bouwen of ben je wel aan het verbouwen. Of ben je nog iets anders aan het doen, een opleiding of zelfontwikkeling of je hebt mantelzorg. Hoe ga je dat combineren? En dat is een harde stem in je hoofd. En ik vertel er ook over in de podcast Intuïtief Ondernemen. De vierde podcast is dat. Even goed uit mijn hoofd. Ja. En daar ga ik de komende podcast ook. Ja, daar gaan alle podcasts hier straks verder over. Want het gaat allemaal over persoonlijke ontwikkeling. Die harde stem in jouw hoofd. Die vals ego. Die bemoeial. Die overal commentaar op heeft en het beter weet. Hoe ga je dat combineren? Nou, zoals jij dat wil. En wat ik al zeg met die zachte stem. Vanuit jouw verlangen, vanuit jouw intuïtie. Ik doe dat op mijn manier. Als jij dit graag wil, linksom of rechtsom, jij komt er. Hoe dan ook. Dus het is te combineren als je maar verwachtingen loslaat. Als je het echt op jouw manier gaat doen zonder wat je hoofd, die harde stem in je hoofd allemaal wil. En vindt dat jij moet doen zonder wat anderen van jou verwachten. Dus dat is zo belangrijk dat je echt gaat handelen vanuit je zuivere zelf. Vanuit je intuïtieve gevoelens van wat jij graag wil. Wat jouw verlangen is. En dat is wat we ook altijd meegeven aan mensen die wij begeleiden. Jouw tijd, jouw tempo. Er zijn mensen gestart die fulltime werken en daarnaast nog zorgen voor kinderen. En er zijn mensen gestart vanuit de WW. Er zijn mensen die starten vanuit een loondienstbaan. Er zijn mensen die starten vanuit een Wajong uitkering. Het is allemaal te combineren. Als je maar dicht bij jezelf blijft. Nou, de volgende vraag is, ik ben vrij jong of ik ben vrij oud. Kan ik ook hiermee beginnen? Ja, absoluut. Het is niet zo dat je een bepaalde achtergrond moet hebben, een bepaalde opleiding moet hebben, een bepaalde leeftijd moet hebben. Ik geloof wel dat het heel erg belangrijk is dat je echt toe bent aan dit, dat je dit heel graag wil. En dat je ook jezelf serieus kan presenteren, laten zien aan anderen. En het allerbelangrijkste is dat jij heel graag wil leren, dat je wil ontwikkelen. Want dat doen VA's, die ontwikkelen zich enorm. En als je dat wil, dan maakt het niet uit of je nou 19 bent, ik geloof dat de jongste deelnemer bij ons 19 was, of tegen pensioen aan zit, want die deelnemers hebben wij ook gehad. Maakt niet uit. Het gaat erom, wat wil jij zo graag? En dat is het allerbelangrijkste. Dat je vooruit wil, dat je wil groeien. De volgende vraag is, ik zit in een burn-out. Is het verstandig om te starten? Nou, goede vraag. Een burn-out kan heel heftig zijn. En je hebt dat natuurlijk ook in enorm veel gradaties. Dus de vraag is, waar in welke gradatie zit jij? Maar nee, eigenlijk is dat niet de vraag. Ik denk dat de vraag die ik jou dan wil stellen op dit moment is, hoeveel procent energie krijg jij van gaan doen waar jouw hart
een sprongetje van maakt. Ja, want als jij gaat doen waar je ongelooflijk veel energie van krijgt, dan krabbel jij weer op uit die burn-out. En 9 van de 10 keer beland je daar niet meer in, omdat je je hart volgt. En dat je de wijze lessen meeneemt vanuit de crash in je burn-out. En dat je daarvan hebt geleerd en dat je die weer meeneemt. Want daar word je altijd wijzer van. Het is nooit leuk om iets heftigs mee te maken in je leven. Maar hoe heftiger het is, hoe groter jouw verandering in jouw persoonlijke ontwikkeling, hoe sterker jij eruit komt. Mijn man Dennis, die coacht ook vrouwen die bij ons instappen. En die begeleiden we extra die dat nodig hebben. Dus onze klanten krijgen altijd heel veel aandacht als ze dat nodig hebben. Dat geven ze ook zelf aan. En ik weet dat die Wendy, die in de burn-out zat, die lag echt letterlijk, je zal het bijna niet geloven, met de dekens over haar hoofd in bed. Ik wil er niet meer zijn. Of ik weet niet of dat ze dat zei, maar in ieder geval, het is wel echt wel non-verbale communicatie, hè? Ik ben er niet. Ik wil er niet zijn. En binnen een paar weken gaf ze zichzelf van een score, want ze moeten altijd een score geven hoe ze zich voelen. Nou, ik weet niet wat het scoorde, maar het scoorde zich maar een 2 of een 3 naar een 8. En dat is echt de persoonlijke ontwikkeling die je doet. En ook kiezen voor dat je echt gaat doen wat je leuk vindt. De volgende vraag is: ik heb een lichamelijke beperking. Zitten ondernemers, opdrachtgevers wel op mij te wachten? Het allerbelangrijkste waarvoor opdrachtgevers voor jou kiezen, is dat jij de drive hebt om te doen wat je zo graag wil doen. En dat stukje van die werkzaamheden dat jij zo leuk vindt, dat is precies wat jouw klanten nodig hebben. Het maakt dan niet uit in hoe jouw leven eruit ziet. Je kunt alles, hoe moet ik het zeggen? Je kunt op allerlei manieren, onder allerlei omstandigheden samenwerken met klanten op 1 voorwaarde. Dat je duidelijk communiceert naar je klanten toe. Dat is het allerbelangrijkste. Ik zeg altijd, je kunt alles doen, maar wel juist communiceren. Wij hebben iemand op dit moment in de opleiding die MS heeft en in een Wajong-uitkering zit. En, oh man, toen ik haar hoorde praten, ik krijg nu nog kippenvel. De drive die zij heeft en de potentie die ik in haar zie, is zo groot. Ik zeg al VA stap 1, maar ik zie voor haar ook nog een andere toekomst. Ja, dat is toch zo gaaf. Ik geloof niet dat en dat kan misschien heel hard klinken dit, maar dat er een excuus is om iets niet te gaan doen, terwijl je voelt diep van binnen en je intuïtie maakt, zegt tegen jou, ja, ik zou dat zo graag willen. En je voelt dan alles van, dit is mijn weg en ik wil dit graag. Ik geloof niet dat er een enkel excuus is om het niet te doen. Zowel niet in lichamelijke beperkingen als niet, ja, maar mijn gezin. Of ik heb nog een werkgever, die. Of ik heb de financiën niet. Of ik heb mijn mantelzorgen. Of ik ben een huis aan het bouwen. Of ja, maar ik moet eerst dit. Als je echt voelt, dit is het, is er geen excuus om het niet te gaan doen. Het enige kan zijn dat de timing er nog niet helemaal is. Maar verder, alle excuses komen vanuit je harde stem in je hoofd, je vals ego, je bemoeial, je piekerhoofd, je beter weten hoofd en je angsthoofd. Dus als jij voelt dat dit echt voor jou de stap is, als je intuïtief aanvoelt, ja, dit is het, dit zou ik zo graag willen. En dat is die zachte stem, hè? Dan is dat zo. En linksom of rechtsom, dan kom jij er.
De volgende vraag is, ik heb een WO-opleiding. Hoe kan ik het op niveau uitvoeren? Ja, wij begeleiden wel vaker vrouwen die universitair zijn opgeleid. En wat het allerbelangrijkste ook daarin is, is dat je echt volgt wat je voelt. Dus als jij graag toch heel uitvoerend bezig bent, maar op hoog niveau mee wil denken, dan zet je jezelf zo in de markt. Als je voelt dat je één specifiek iets wil doen wat je helemaal kan masteren en dat je zowel kan uitvoering kan doen als strategisch meedenken, dan ga je dat doen. Als je voelt, ik vind die uitvoering eigenlijk niet zo leuk, maar ik wil wel de high level sparringpartner zijn voor ondernemers, de adviseur, dan kan het zijn dat je die rol pakt en eventueel de uitvoering door andere VA's laat doen, als je dat ambieert. Zo niet, dan zie ik meer een rol vormen als coach, trainer of als adviseur. Waarbij de eerste stap als VA wel een hele fijne stap zou kunnen zijn, als dat enigszins voor een korte tijd passend voor jou voelt om daarna de volgende stap te zetten. Dat is iets wat ik heb gedaan. Ik zeg niet dat ik universitair ben opgeleid, dat niet. Maar ik voelde wel VA stap 1, maar dat ga ik niet jaren doen. Tenminste niet tot mijn pensioen, laat ik het zo zeggen. Dus ik wist wel, daarna komt wel het volgende. En dat is het mooie van VA. Het is een mooie laagdrempelige stap om te starten. En ja, jouw pad ontvouwt zich. Dat is zo mooi. Dus blijf dicht bij jezelf. En voel aan, intuïtief aan, wat voor jou belangrijk is in het maken van je keuze, hoe jij dit op jouw niveau kan uitvoeren. De volgende vraag is, kan ik VA combineren met coaching? Ja, wat ik al zei, van er zijn meerdere VA's die doorstromen. Dus die starten als VA en die stromen daarna door als coach, trainer of als adviseur. Dat zie je gebeuren. Jouw vraag waarschijnlijk, als je deze vraag hebt, is van, goh, kan ik VA combineren met coaching? Dus dat je zowel je klanten coacht als de uitvoering uit handen neemt. Ja, dat kan ook. Het is alleen wel zo, en daar wil ik wel even een kanttekening bij plaatsen, dat ondernemers vaak of een VA zoeken die ook op hoog niveau mee kan denken. En daarnaast eventueel een aparte coach zoeken. Maar dat wil niet zeggen dat de VA die op hoog niveau meedenkt, niet coacht. Ik heb ook mijn klanten gecoacht in lastige situaties. Of dat ze even geen richting meer hadden. Of dat ze onzeker werden. Dus dat, ja, ik kan wel zeggen dat automatisch dan ook gebeurde. Maar het was niet dat ik dan alleen maar met coaching bezig was. Maar dat kan wel. Het is alleen zo dat hoe je in de markt zet qua het vermarkten van jezelf, hoe duidelijker je bent, hoe aantrekkelijker je wordt. Dus het is wel belangrijk. Kijk, in het begin zou ik dan starten als VA en een stukje coaching. En als je merkt dat coaching meer wordt, dat je dan ook je boodschap in de markt aanpast. Nou, de volgende vraag. Zijn er opdrachtgevers die VA's willen die alleen 's avonds kunnen? Ja, die zijn er ook. Er zijn natuurlijk ook ondernemers die heel veel 's avonds op kantoor doen en overdag de hort op zijn. Er zijn ook opdrachtgevers die ook nog startend zijn als ondernemer en die ook nog een baan ernaast hebben en die dat ook wel prima vinden als jij dat 's avonds doet. Dus ja, het maakt niet uit of je 's ochtends, 's middags of 's avonds werkt of 's nachts. Natuurlijk, als je even contact, als contact nodig is, dat moment er kan zijn. En dan is 's avonds in ieder geval wel prettiger dan 's nachts. Maar verder, het werk moet gewoon gedaan worden. En wanneer je dat doet, dat maakt niet uit. Dus ik heb zelfs nog wel ooit eens in het begin van de nacht nog dingen voor klanten gedaan. Ja, dus daar ligt helemaal niemand wakker van. En dat is wel, weet je, de tijd van, van 9 tot 5 is niet meer van deze tijd.
Het traditionele, het verandert allemaal. Dat heeft te maken met de nieuwe wereld waar we heen gaan. Dus ja, laat je vooral niet tegenhouden daardoor. Laat die gedachten los en zie het als zijnde. Alles kan als VA. Hoe maak ik de overstap van je baan opzeggen naar een eigen bedrijf opstarten? Afhankelijk van je financiële situatie. Dus het zou kunnen dat als je een spaarpotje hebt die best wel gevuld is. En je gaat naast je baan starten als VA en je hebt een bepaalde inkomsten. En je denkt, nou, dan kan ik nog even van dat spaarpotje leven. En dan ondertussen, als ik dus niet meer in loondienst werk, kan ik in die tijd ook nieuwe klanten gaan helpen. En dan schiet je inkomen omhoog, want je verdient gewoon als VA veel meer dan in loondienst. Bij de meeste dan, hè. Heel veel mensen hebben ook niet zo'n groot spaarpotje. En ja, dan is het belangrijk dat je inkomsten opbouwt als VA naast je baan. Dat kost dus extra energie, want je gaat meer werken. Alleen voor jezelf werken, voor klanten werken, voelt heel anders. Dat voelt niet als werken, want dat is superleuk. Dus dat voelt meer als een hobby. Het is natuurlijk geen hobby, maar je snapt wat ik bedoel. En als je dan daar best wel een goed inkomen mee hebt opgebouwd, dan kun je het andere loslaten. Dus zoals ik het heb gedaan, toen ik net zoveel verdiende dan in loondienst met een x-aantal klanten. Volgens mij had ik er toen 6 of zo. Weet het niet meer precies. Toen heb ik mijn loondienst, mijn andere werk opgezegd. Het was niet loondienst, maar was franchise. Maar niet helemaal loondienst, maar ook niet helemaal volledig zelfstandig ondernemer. Maakt niet uit. En toen ik net zoveel verdiende, heb ik dat opgezegd. En toen wist ik, in die uren die nu vrijkomen, kan ik nog meer klanten gaan helpen. En daarna, mijn deuren dicht gaan deuren open. Toen kwamen er meteen 2 grote klanten op mij af. Dus dat was super gaaf. En haakte ik ook meteen 2 VA's aan. Dus ik zou zeggen, afhankelijk van je financiële situatie, bepaal je dus hoe jij die overstap maakt. Is het handig om je te specialiseren of niet? Ook daarin wil ik, en misschien vind je dit antwoord niet leuk, en jullie gaan wel vaker dit antwoord krijgen. De keuzes die je maakt in het ondernemerschap, daarin is het belangrijk dat je die maakt vanuit wie jij bent. Vanuit je zuivere zelf, vanuit wat jij zo graag wil. Los van die harde stem in je hoofd, wat moet, wat hoort, wat beter is, wat verstandiger is. Dat is je vals ego, waarin ik dus ook vertel in die podcast over intuïtief ondernemen, podcast 4. Dus ga die ook zeker luisteren als je dit interessant vindt. Want daarin vertel ik je hoe kom je bij je zuivere zelf, bij je ware zelf. Bij wie jij in essentie bent. Vanuit daar maak je alle keuzes in het ondernemerschap. Wanneer is iets verstandig? Wanneer je keuzes maakt vanuit je ware zelf. Wanneer zijn het geen slimme keuzes? Wanneer je keuzes maakt vanuit je beter weten hoofd, je bemoeial hoofd, je pieker hoofd, je angst hoofd. Dat is oftewel je valse ego. Ik ben altijd heel breed geweest. Ik ben nog steeds breed. Iemand heeft wel eens ooit gezegd, multi-passionate, multi-talented. Ik had zoiets van, interessant, wat is dat? Geen idee, maar ik herken wel heel veel van mezelf daarin. Is dat je heel veel dingen kunt. En ik ben nooit echt bezig geweest met één ding. Masteren. En er wordt wel eens gezegd, je moet jezelf niet breed aanbieden. Dat is niet handig. Maar als je afwijkt van wie je bent, gaat het hoe dan ook mislukken. Want dan wijk je af van je ware zelf. Dus ik ben dicht bij mezelf gebleven. Ik ben mezelf breed gaan oriënteren. En ik heb bijna alles aangeboden. Behalve echte salesgesprekken. Harde salesgesprekken heb ik niet gedaan. Terwijl de pre-salesgesprekken. En het schrijven van hele uitgebreide teksten. Voor de rest heb ik
wel alles gedaan. En dat past ook bij mij. En het wordt vaak onderschat dat VA's die breed zijn, hoe waardevol die zijn. Want als ze echt doen dat ze, omdat ze dat kunnen, dan zijn ze vaak multigetalenteerd. En dan is dat ook echt hun gave en hun kracht. Heel veel mensen zijn goed in één ding. En dan is het fantastisch als je daarin gaat specialiseren. En dan word je daar ook gelukkig van. En dan is dat top. Dan is dat ook goed. Dus het is beide goed als het maar komt. De keuze komt vanuit van binnen van jou, vanuit je ware zelf. En dus, als je merkt dat één ding heel, dat het echt jouw straatje is, dan raad ik ook aan om te specialiseren. Want dan word je daar blij van om verdieping te vinden. En ja, hoe beter je bent in wat je doet, hoe waardevoller je bent voor je klanten. Dat kan dus ook breed, maar het kan ook echt de diepte ingaan. Dus ja, dat is mijn uitgebreide antwoord voor deze vraag. Specialiseren of niet, de keuze ligt bij jouw ware zelf, je zuivere zelf. Zijn er onverwachte kosten waar je rekening mee moet houden? Weinig. Dat is fantastisch. Als VA heb je weinig nodig. Je hebt internet nodig, een computer nodig, een telefoon nodig en een fijne werkplek. De meeste VA's investeren heel veel in opleidingen. Want hoe meer kennis je hebt en dat toepast en je krijgt toegepaste kennis, krijg je heel veel ervaring. En die combinatie tussen kennis en ervaring maakt dat je heel veel waard bent voor de ander, omdat die ander die jou inhuurt, je opdrachtgever, daardoor groeit, verbetert, meer omzet krijgt, klanten makkelijker aantrekt, klanten beter vasthoudt, klanten meer willen betalen. Dus dat is zo belangrijk, dat je investeert in jezelf, en daar kom ik zo nog op, want er zijn zo nog vragen over. Dat je hebt weinig onverwachte kosten dus, maar in het begin raad ik je echt aan om heel veel in jezelf te investeren, zodat je nog waardevoller wordt en je uurtarief steeds verder omhoog kan, waardoor je klanten betere resultaten krijgen, jij meer verdient en meer voldoening eruit haalt. De volgende vraag is de 100 of 1225 uren criterium naast loondienst. Nou, hoe zit dat even, ja, even kort, hoe zit het in elkaar? Als je start als ondernemer, dan gaat de Belastingdienst kijken, ben jij een echte ondernemer of niet? Echt, in de zin van, doe je het hobbymatig? Of ja, is het een serieus bedrijf? Nou, wat is het verschil? Op het moment dat je dit soort van hobbymatig doet, een paar uurtjes in de week, maar je blijft in loondienst werken, want je kunt het ook blijven combineren, dan ziet de Belastingdienst jou als gewoon een soort hobbymatig bedrijf. Het voordeel daarvan is dat de Belastingdienst jou inschaalt in de KOR-regeling, KOR, kleine ondernemersregeling, en dat betekent dat je BTW die je ontvangt niet hoeft af te dragen. Vroeger hadden ze daar een andere regeling voor. Overigens, dit geldt voor Nederland, niet voor als je in het buitenland woont. En dan hoef je die BTW niet af te dragen, die mag je in je eigen zak bewaren. Vroeger hadden we ook in Nederland zo'n regeling en dan was het tot een afdracht van 1250 euro BTW mocht je dan houden. Maar nu is dat anders. En ongeveer tot 20.000 euro per jaar, meen ik maar even. Op het moment dat je dit luistert, kan het zijn dat deze podcast al heel wat jaartjes oud is. Dan kun je even zoeken op Google wat hier voor de huidige wetgeving is. Tot zeg maar nu op dit moment 20.000 euro omzet per jaar val je in de KOR-regeling. En alles wat je daarboven gaat verdienen, dan gaat de Belastingdienst jou zien als ondernemer. En dan krijg je wat meer fiscale voordelen van het ondernemerschap.
Dan heb je de zelfstandige aftrek. Dan heb je de starters aftrek. Dus als je start als ondernemer, dan krijg je eerste meen op dit moment. Uit mijn hoofd 2 of 3 jaar. Sorry, ik kom er even niet op. Kun je zo opzoeken. Dan krijg je een klein belastingvoordeel. Dus dan hoef je geen inkomstenbelasting te betalen over de eerste. Eerste verdiensten die je krijgt. Ik weet het bedrag even niet uit mijn hoofd. Moet het je helaas schuldig blijven. Maar je hebt het zo opgezocht op Google. Dus dan krijg je daar een voordeel van. Als zelfstandige heb je op dit moment ook nog dat je dat gaan ze wel afbouwen. Maar dat heel langzaamaan gaan ze dat afbouwen. Dat je over de eerste, op dit moment 10.000 euro wat je jaarlijks verdient, hoef je geen belasting te betalen op dit moment. Maar dat gaan ze in de loop van de tijd afbouwen. Nou, en dan heb je daarnaast nog dat je zakelijke kosten die je maakt. Dus bijvoorbeeld je zakelijke internet, je zakelijke telefoon. Als je reist, mag je al die kosten die je maakt, mag je zakelijk aftrekken. Als je opleidingen doet, mag je zakelijk aftrekken. Dus stel voor dat je gemiddeld 40% belasting betaalt, krijg je van dat alles 40% terug. Dus dat is interessant. Dus als je dingen zakelijk gebruikt, dan scheelt dat een hele hoop. De Belastingdienst ziet jou als ondernemer wanneer je 1225 uur minimaal werkt op jaarbasis. Is daar een hele harde controle op? Ja, ik ben nu op dit moment, as we speak, 15 jaar ondernemer. Ik heb nog nooit zo'n controle gehad. Maar goed, ik hou wel altijd netjes mijn uren bij. Eigenlijk hoeft dat niet meer, want ik bedoel, ik heb personeel in loondienst. Mijn man werkt in het bedrijf. We hebben een team van VA's die we voor ons hebben werken. Maar in het begin wilde Belastingdienst misschien controleren of je wel in aanmerking komt voor al die belastingkortingen. Want het is gewoon nog steeds heel erg interessant om te starten als ondernemer. Sowieso omdat je er meer verdient dan bij een baas, maar ook omdat je belastingvoordelen hebt. Wat nou als je net op dat kantje zit, dat kantelpunt van ja, die uren. Ik hoor wel eens vaker van ja joh, ik wil halverwege het jaar starten, maar dan haal ik die 1225 uur niet meer. Kan ik dan beter niet volgend jaar starten? Nee, je kunt gewoon meteen starten, maar dan maak je vanaf volgend jaar gebruik van al die extra regelingen. Je bent toch dit jaar nog bezig om je hele bedrijf op te zetten. Dat kost toch een half jaar om je bedrijf goed te hebben staan. Dus maak je geen zorgen dat je geld misloopt. Dat wordt heel vaak aangepraat of je brein, je harde stem in je hoofd zegt dan ja, maar dan dat is niet slim, want dan mis je dit. Nee, dan pak je dat, al die voordelen pak je dan vanaf volgend jaar. En dus je kunt gewoon op elk moment hiermee starten. En sommigen zeggen, nou ja, ik wil eerst de core-regeling in en dan start ik daarna als ondernemer. Nou, in principe, als je je bedrijf goed opzet, en dat is wat wij ook altijd samen met de juristen waarmee we samenwerken, zeggen we, je gaat ook echt een bedrijf starten. Dus niet hobbymatig. Dus start gewoon meteen dan vanuit zonder de core-regeling. Maar je kunt dus wel in de core-regeling beginnen. En die core-regeling vervalt dan op het moment dat je meer dan 20.000 euro per jaar verdient. Dus dat kun je ook doen. Aan beide zitten voordelen financieel. Ja, ik denk dat ik hier het belangrijkste wel over heb verteld. Ik hou de tijd even in de gaten, want ik heb al het idee dat dit 2 podcasten gaan worden in plaats van 1. dus dat geeft niet. Dan maken we er gewoon 2 van. De volgende vraag. Even kijken. Hoe kun je aantrekkelijk worden voor klanten? Ja, en nu zie je me of hoor je me nadenken. Hoe kun je aantrekkelijk worden voor klanten? Is ook weer heel belangrijk dat je dicht bij jezelf blijft, bij je ware zelf. Wie ben jij? Wat wil jij zo graag? En ik geloof dat voor alles klanten zijn, als je maar echt je hart volgt. En nou, dat doe je dus door je ego los te laten, je valse ego, die harde stem in je hoofd. En echt naar binnen te gaan, ja, en intuïtief aan te voelen. Ja, wie ben ik? Wat wil ik? Waar word ik blij van? En je wordt aantrekkelijk voor klanten als je echt doet en gaat doen
waar jouw hart een sprongetje van maakt. Want ja, je ziet mij al stralen. Dan, ja, je ziet mij als je deze video op YouTube kijkt, dan zie je mij stralen. Je hoort mij niet stralen, maar ik zit hier te glimlachen van oor tot oor. Omdat ik dit zelf heb ervaren. En ja, als je me nu, ja, je hoort me dus nu, of nee, als je me ziet, dan zie je me helemaal stralen. En als je me hoort, ja, dan voel ik van binnen zo'n blijdschap van... Oh, dat je zo blij bent dat je dit mag geven aan anderen. En natuurlijk is het spannend en eng om een nieuwe stap te zetten. Maar als je in ieder geval aan het begin gaat kiezen wat je echt leuk vindt of wat jou leuk lijkt. En dat voel je, ja, dat straal je uit. Dat is het allerbelangrijkste. De volgende vraag is, hoe en waar vind ik opdrachtgevers? Heel simpel, maar het is uiteindelijk heel gecompliceerd, kan het zijn... Maar marketing is dus heel simpel. Twee manieren. Ik pak even een slokje water. Je hebt online marketing en je hebt offline marketing. Oftewel fysiek mensen spreken of contact leggen via het internet. En op een van de twee manieren vind jij jouw klanten. Dan is nog de vraag, waar bevinden jouw klanten zich? Zijn er plekken waar jouw opdrachtgevers veel komen? Kun je daarheen? Zijn er online plekken waar jouw opdrachtgevers veel zijn? Kun je daar jezelf laten zien? Dus dat is voor iedereen anders. Maar heel simpel gezegd is dit de essentie van het antwoord op deze vraag. De volgende vraag is, moet ik direct een specifieke niche kiezen? Oftewel doelgroep, voor degenen die het woord niche niet kennen... Of moet ik alles aanpakken om maar reviews binnen te halen? Ook afhankelijk van hoe groot de nood bij jou is financieel. Als je de ruimte hebt, dan zou ik echt... Nou, ik zou sowieso gaan voor klanten waar je blij van wordt. En als je op de schopstoel zit van ik wil echt... gaan en ik weet nog niet specifiek wat mijn niche is, dan zou ik gewoon met verschillende klanten gaan werken. Zodat je het gaat ervaren en voelen of dat een bepaalde type doelgroep voor jou echt is, ja, jou echt blij maakt. Maar het liefste heb ik dat je niet op een schopstoel zit. Want als je op een schopstoel zit, dan loopt dat vals ego te blaren, die harde stem in je hoofd te blaren. Ja, je moet snel. En dan maak je keuzes vanuit je niet zelf. Vanuit wie jij niet bent. En dan krijg je de deksel een keer op je neus. Maar soms heb je dat nodig. Niet leuk. Maar ja, ik zeg altijd tegen onze deelnemers. Zorg ervoor dat je niet op een schopstoel zit. Dat je dit op jouw tijd en jouw tempo kan doen. Dat is gewoon het fijnste. Dan onderneem je zoveel mogelijk vanuit je... rustige zelf. En dan kun je de beste keuzes maken omdat je emotionele rust ervaart. Maar als je het weet en je hebt een richting van een doelgroep die jou, denk je, blij maakt, zou ik zeker heel specifiek zijn. Want hoe specifieker je bent, hoe duidelijker je communicatie, hoe aantrekkelijker je wordt voor je klanten. Want dan weten ze, ik moet bij haar zijn. In welke richting is het meeste vraag naar VA's? Dat is de volgende vraag. Nou, toen ik startte was de vraag heel groot bij coaches, trainers en adviseurs die veel online werken. VA's werken ook online. Dus dat is nog steeds wel een hele grote doelgroep. Maar ik zeg niet dat dat de grootste doelgroep is. Want inmiddels zijn er zoveel andere bedrijven die VA's inschakelen. Van... winkeliers, tot hoveniers, tot gemeentes, tot kappers, tot... Omdat, ja, VA is zo breed. Het is eigenlijk, ja, zo laag... Nee, het is niet eigenlijk. Het is zo laagdrempelig om een VA in te schakelen. Maar in ieder geval, de doelgroep bij coaches en trainers is wel groot. Maar het is ik kan niet, durf niet mijn hand ervoor in het vuur te steken dat daar de meeste vraag naar ligt... Nee, zeker niet.
Ik denk wel dat de vraag het grootste is bij zelfs ZZP'ers, MKB'ers, dan bij de grote corporate bedrijven. Maar ook daar is vraag, maar dan wordt er vaak wel verlangd dat je ook wel wat meer naar kantoor gaat. Ja. Werkt social media in het werven van klanten? Nou, die vraag heb ik net eigenlijk al beantwoord, hè. Offline marketing en online marketing. Online marketing is dus ook social media. En ja, ook dat is heel goed geschikt voor het werven van klanten. En wij leren onze klanten altijd twee manieren. De offline marketing en de online marketing. En alle details daarin. En welke keuzes ze daar allemaal in kunnen maken. En dan zie je gewoon dat er heel wat VA's zijn die via social media klanten krijgen. Ja, zo tof. Heb ik een website nodig? Is de volgende vraag. Nee, je hebt geen website nodig. Heel veel VA's die, nou ja, die starten en die het goed doen in het begin. Die zeggen zelfs, oh, ik zit al vol met klanten en mijn website is nog niet af. Ik weet dat het bij mij ook het geval was. Ik had ook al 5 klanten of zo voordat mijn website klaar was. Ik wilde dat wel heel graag. En ik zeg ook altijd, weet je, zorg wel echt voor een professionele uitstraling. Dus zorg ook voordat je een website hebt. Je wil ook zoveel mogelijk je klanten laten zien, ook hoe het moet. Dus ik vind ook, ja, je mag ook een voorbeeld zijn dat je, kijk, sommige klanten van jou zijn al verder. Maar sommige klanten misschien niet. Nou, hoe tof is het als je kan laten zien van kijk, zo hoort het. Het zou zomaar kunnen dat je verschillende klanten hebt in verschillende fases van het ondernemerschap. Dus nee, je hebt geen website per se nodig, maar ik adviseer het wel. En om het dan ook echt heel professioneel neer te zetten, dat wil niet zeggen dat het super duur moet zijn. Hè? Peperduur wou ik zeggen. Peperduur moet zijn om het te maken, maar wel goede foto's, professionele uitstraling. Ik zeg altijd voor onze klanten, tegen onze klanten wil je jezelf uitstralen als de bijkorf of de action. Niks te nadele van action, maar wel welke keuze maak je. Hè? Het heeft er ook mee te maken wat voor publiek trek je aan. Wat voor potentiële klanten trek je aan. De volgende vraag is, hoe zet ik mijn online bedrijf op zonder dat ik continu aanwezig ben en mezelf steeds moet promoten? Ja, mooie vraag ook. Virtueel assistent, ondernemers moeten weten dat als ze met jou in zee gaan, dat jij niet altijd beschikbaar bent. En dat is de keuze die zij maken. Wij hebben iemand in loondienst nu en iemand meerdere VA's. Nou, degene die nu in loondienst is, die wil dat het liefst zo houden. Maar ik zou het zelf persoonlijk wel prettig vinden als die ook als VA zou werken. Dat is als zelfstandige. Maar goed, dat is nou eenmaal zo gelopen. En misschien kan ik daar ook nog wel eens een podcast over opnemen. Dat zal ik vast nog wel gaan doen. Ja, ik ben bij deze vraag gebleven. Moet ik eventjes goed selecteren. Ja, dus als je, kijk, degene die bij ons in loondienst is, daar hebben we vaste dagen voor afgesproken. En dat zou voor mij niet eens hoeven. Als ik maar weet ongeveer wanneer iemand bereikbaar is. En nou werkt hij wel heel veel uur, dus dat weet dat de bereikbaarheid groot is. Maar bijvoorbeeld van de VA's die voor ons werken, joh, heel vaak sturen ze een berichtje. Hoor, ik ben dan, ik ben er een dagje niet of ik ben dan daarheen en dan weet je dat. Maar ik weet nooit eigenlijk wanneer ze voor mij werken. En dat interesseert me ook niet. De dag niet, de tijd niet, als het maar klaar is. En ik weet ook dat ze niet continu beschikbaar zijn. Dat verwacht ik ook niet van ze. Maar waarschijnlijk moet jij je klanten wel zo gaan opvoeden dat ze dit weten. Dus wat ik net al zei. Het is heel belangrijk dat je duidelijke afspraken maakt. Je kan alles doen als je maar duidelijk communiceert. En moet je jezelf promoten? Steeds? Opnieuw? Nee, dat is echt een zegen als je start als VA.
Je hoeft niet steeds nieuwe klanten te vinden. Als je eenmaal een fijne groep vaste klanten hebt, dan zal er vast eens een keer één stoppen. Maar in het algemeen komen er dan ook weer klanten bij. Dat werkt zo fijn dan. Als die bal eenmaal aan het rollen is en jouw naamsbekendheid zich verspreidt. Ja, heel veel ondernemers zijn jaloers. Klanten nodig hebben. Dus dat is echt wel... Ja, in het begin wel. Heel veel zaaien. In het begin zaaien. Dan heb je die zaadjes geplant. En dan zie je dat ze gaan groeien. En dan kun je gaan oogsten. En dan kun je de hele tijd oogsten. Fijn, hè? Ja, dat is wel echt wel heel, heel, heel tof. Oké. Ik ga nog 2 vragen beantwoorden. En dan zit ik bijna op de helft. En dan ga ik een nieuwe podcast opnemen. Want anders wordt het wel heel lang. Ik heb mijn streven om tot 1 uur max. Ooit ja, gaat het eroverheen. Maar dan splitsen we het gewoon. We gaan geen 2 uur doen. De volgende vraag is, hoe positioneer ik mij in de markt? Nou, even voor de duidelijkheid. Voor degenen die niet weten wat is positioneren. Is hoe zet je jezelf in de markt neer? Hoe laat je jezelf zien? Hoe wil je dat mensen jou zien? Naar jou kijken? Als een soort van, ja, even een heel ander voorbeeld. Een etalagepop in de kledingwinkel. Hoe staat die? Wat heeft ze aan? Wat straalt ze uit met haar kleding? Hoe ziet ze eruit? Is het, dus stel voor je loopt langs zo'n etalage en je kijkt dan. En je denkt, oh crap, oh, dat ziet er echt niet uit. Dat staat me echt niet aan. Of wauw, dat straalt, dat spreekt wat ik nu zie. En wow, dit is echt, ik word hier heel blij van. En ik neem haar serieus. Zo moet je het eigenlijk een beetje zien. Een beetje een heel apart voorbeeld misschien. Maar ik probeer altijd wel zoveel mogelijk voorbeelden te bedenken. Voor de beelddenkers onder ons. Dus hoe wil je dat mensen jou... als ze jou zien, horen. Als ze over jou lezen. Als ze naar je foto kijken of naar je video. Hoe wil je jezelf neerzetten? Hoe wil je dat anderen jou zien? En... Ja, ook daarin is het heel erg belangrijk. Positionering is echt je ware zelf laten zien. Komt-ie weer. Wie ben jij echt? Wie is jouw zuivere ik? Los van je ego, je valse ego. Los van die harde stem in je hoofd. Waar sta jij voor? En... Je kan daar nu niet 1 antwoord op geven. Ik heb meerdere trajecten gedaan bij mensen. Om erachter te komen van hoe werkt dit nu? En de laatste keer heb ik een aantal weken met opdrachten gewerkt voor mezelf. Om mezelf weer te ontdekken. Goh, wie was ik vroeger en wie ben ik altijd al geweest? En waar sta ik dan voor? Maar goed, dat is heel diepgaand. Voor het ondernemerschap, voor jou als VA zou ik zeggen, hoe positioneer je jezelf? Ja, wil je jezelf laten zien als virtueel assistent? Wil je jezelf neerzetten als de virtueel assistent die ook strategisch meedenkt? Of als sparringpartner? Wil je jezelf neerzetten als de beste in? Wil je jezelf neerzetten als de meest persoonlijke? Wil je jezelf neerzetten als de specialist? Wat wil jij van jou, van alles wat in jou zit, wat jij zo leuk vindt, waar je anderen zo graag bij wil helpen? Ja, wat is dat? Dat mag je een plek geven. En de laatste vraag voor deze podcast. Waar gaat de meeste tijd in zitten? In het werven van klanten of uitvoerende werkzaamheden? In het begin is het veel werven, zaadjes planten in de grond. En dat gaat zich, ja, je ziet het als een wip.
zaaien, zaaien, zaaien. En dan die wip gaat steeds verder omhoog van de kant van je zit eerst helemaal aan de grond. Je bent zaadjes in de grond aan het planten. En nou, naarmate dat die zaadjes dus gaan groeien en gaan ontkiemen, dan gaan wortels groeien, er komt een klein plantje uit. Dat plantje wordt iets groter, je krijgt je eerste klant. Er komen nog meer, gaan er ontkiemen en gaan groeien. Dan krijg je tweede klant. En zo gaat die wip, naarmate dat die zaadjes gaan ontkiemen en zie je het als een mais, wat heel hard groeit. Op een gegeven moment wordt dat mais gewoon een halve meter. Nou, dan heb je misschien drie klanten en dat wordt dat mais een meter. En dan heb je 5, 6 klanten en dan wordt dat mais 1,5 meter of 2 meter hoog. Weet ik veel hoe hoog dat wordt. Ik zie het hier altijd als ik mijn huis uitkijk, kijk ik op de maisvelden. Het wordt ongelooflijk hoog. En als jij klanten hebt vanaf het punt dat jij dus dat mais een meter wordt tot 2 meter, dan hoef je niet meer te zaaien, want dan denk je, stop maar. Niet zo hard groeien, het is wel even genoeg zo. En dan kan het zijn dat je zelfs even een stop instelt van, nou, als er een nieuw klant komt, kan je wel helpen, maar over een maand of 2. Omdat je misschien nog nieuwe dingen aan het leren bent vanuit de opleidingen die je doet, of dat je nog de overgang moet maken van je loondienst, of dat je, maakt niet uit wat voor omstandigheden dat er zijn. Dus in het begin is zaaien, zaaien, zaaien en ja, dan gaat het ontkiemen. En dan, je moet natuurlijk ook wel zorgen dat je wat je zaait, dat je dat aandacht geeft. En wat je aandacht geeft, groeit. En een beetje water, een beetje zon, contacten onderhouden. Maar op een leuke manier. Dat je geniet van dat zaaien. Dat geniet van het onderhouden van die zaadjes. Dat je daar goed voor zorgt. En dan gaat het ontkiemen. En dan op een gegeven moment, dan staat er een maïsveld. Dan denk je, ik ga oogsten en ik kan blijven oogsten. En ik heb een oogst voor weet ik veel hoe lang. Dus het is natuurlijk ook afhankelijk van, ga je steeds eenmalige projecten doen of ga je steeds vaste klanten zoeken? En ik adviseer je om zoveel mogelijk vaste klanten te vinden. Dat doen de meeste VA's ook. Dat had ik ook. Ik had op mijn top 9 klanten. Ik had 2 VA's voor mij werken. Ik werkte zelf een uurtje of 30 in de week. Vond ik prima, want ik deed ook heel veel 's avonds, vond ik leuk. Maar op een gegeven moment werd dat minder 's avonds. Dan deed ik meer overdag, vond ik fijner. Dus dat verandert ook steeds en dat kan ook. En ik verdiende €80.000 per jaar. En ik moest alleen maar nee zeggen tegen klanten, want ik kon de vraag gewoon niet aan. Dus, maar dat heeft wel 1 jaar en 3 maanden geduurd voordat ik mijn oude werk durfde los te laten. Dus daar zit een kantelpunt in. Ja. Nou, een uur. En de volgende keer ga ik verder in op de andere vragen die ik nog heb openstaan. Die ik heel graag wil beantwoorden voor jou. Ik hoop in ieder geval dat je hier heel veel aan hebt gehad. En ik zou zeggen, ik wens je toe dat je heel dicht naar jezelf mag gaan. En van daaruit keuzes te maken om te kiezen vanuit wie je werkelijk bent, vanuit je zuivere zelf, je ware ik, wat echt bij je past. Want dan gaat het echt voor jou werken. En dan wordt het met heel veel plezier ondernemen, met heel veel gemak, met heel veel, hoe moet ik dat zeggen, enthousiasme. En dat je er bakken met energie van krijgt. En dat je denkt, dit is de beste keuze in mijn leven geweest. Want dan zo is dat voor mij geweest. En ik hoop dat jij dat punt ook bereikt. Als je voelt dat dit voor jou is bestemd. Hey, super, super, super leuk dat je hebt geluisterd tot het einde. En ik zou zeggen, laat het even bezinken. Laat het op je inwerken. En ga intuïtief aanvoelen wat voor jou nu nodig is voor het zetten van de volgende stap. Ik spreek je de volgende keer in de volgende podcast. Ga ik nog meer vragen beantwoorden. En ik zou zeggen, een hele mooie dag of avond of nacht voor jou. Op het moment dat je dit luistert of kijkt. Hey, tot de volgende keer.